spreiden gewoon de kansen. Ja, heel slim. Voorzitter, enkele dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat onze minister van Justitie en Veiligheid een vertrouweling ingezet zou hebben om een dubieuze asielaanpak door te voeren. De politietop zou zelfs medewerking hiervan geweigerd hebben vanwege de risico's op etnisch profileren. Een politiemedewerker sprak zelfs over gewoon discriminatie. Voorzitter, de fractie van DENK vindt dit zeer zorgwekkende berichten. Daarom zouden wij graag hierover een debat wensen te voeren met de minister van Justitie en Veiligheid. En dat is uw vierde verzoek dus? Ja, het gaat een beetje door elkaar. Man. Ja, ik werk niet mee vandaag. Nee, wat is er met u? Nee. Zenuwen voor het reces misschien? Ja, dat zal het zijn. Mevrouw Keizer, BBB. Is dit het vierde verzoek? Dat is het vierde verzoek. Over het artikel in het NRC? Ja, zeker. Nou, voorzitter, daar kan ik duidelijk over zijn. Steun voor de bewindspersonen die eindelijk eens een keer de wetteloosheid en de overlast aanpakken rondom Ter Apel en Budel. En daarom geen steun voor dit debat. De heer Markensauer. Geen steun voor het debat. Ik sluit me ook wel aan bij de vorige spreker. Geen steun voor het debat, maar interessant is om een brief te ontvangen zodat de minister kan reageren op het artikel. Mevrouw Uitermark, NRC. Wel steun voor het debat. Gisteren in het wetgevingsoverleg voor asiel zijn al vragen gesteld aan de minister van JNV met het verzoek om die binnen 2 weken te beantwoorden. Okay. Ik zou graag die antwoorden...